Stel, het is oorlog. Zou je een onderduiker in huis halen of niet? Dat soort dilemma's wordt mensen voorgeschoteld in een speciaal geconstrueerde nepbunker midden in het centrum van Arnhem. Die is speciaal bedoeld voor jongeren, om ze bewust te maken van het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. En steeds is de vraag, wat zou jij doen? De nepbunker reist van stad tot stad. En deze club meiden gaat hem voor ons testen. Vanuit de eerste ruimte, een verduisterde woonkamer, zien ze een naargeestig tafereel. Ze zijn getuigen van een razzia voor hun huis. In de straat worden Joden opgepakt door Duitsers. Een buurjongen vraagt om hulp. Alsjeblieft, laat me binnen. Het dilemma is, laat je de buurjongen bij je onderduiken met alle gevolgen van dien. Ja. Ik zou het wel doen. Waarom? Ik vind dat je altijd mensen moet helpen in nood. De volgende twee dilemma's in de bunker zullen we nog maar niet verklappen. Eén verhaal gaat over Saartje, een Joods meisje, Harry, een zoon van een NSB'er, en een derde jongen, dat is Ronnie. Zijn dilemma van ruim 60 jaar geleden wordt ook uitgebeeld. Als u wilt weten wat het dilemma van Ronnie precies was, kunt u in de reizende bunker terecht. De meiden vonden het in ieder geval erg indrukwekkend. Op 14 mei 1940, precies 68 jaar geleden, dus werd het centrum van die stad gebombardeerd. Tienduizenden mensen raakten hun huis kwijt en er vielen zeker 800 doden. In een museum dat vandaag werd geopend voelen kinderen een beetje hoe het was om in die tijd te leven. Wat zou jij doen? Die vraag wordt voortdurend gesteld aan bezoekers van museum De Bunker. De burgemeester van Rotterdam opende het museum vanochtend samen met Danique en Saskia. Zij schreven het verhaal op van hun opa's. De opa van Saskia zat vlak voor het bombardement op de fiets. Toen kwam die tegen en die vroeg van, ja, ga mee naar huis. Want thuis zit ook je tante en zo. Op 14 mei. Ja, 14 mei. En toen was het bombardement ook begonnen. Ik had de keuze om met mij naar huis te gaan, hè, of voor de familie. Maar er was een bom geplaatst, 6 doden. De opa van Saskia koos ervoor ergens anders te blijven, waardoor hij het bombardement overleefde. Dilemma's als deze krijgt de bezoeker in de bunker voorgeschoteld, samen met een kast vol verhalen van andere mensen. Blijvend blijven. Hè? En als er niks over gepraat wordt of gepubliceerd wordt, ja, en dat vervalt het. Hè? De verhalen van de opa's en oma's zijn tot 25 juni te zien in Rotterdam. Tot dan kan iedereen zich afvragen, wat zou jij doen? Hallo, is daar iemand? Zijn jullie daar? Zolang jij met Harry omgaat, mag ik jou niet meer zien van mijn ouders. Jij bent de enige echte vriend die ik nog heb. En? Weet je nou al wat je gaat doen?
Saartje is een Joods kind en Harry is de zoon van NSB'ers, ook al is hij het niet met zijn ouders eens. Jarenlang waren jullie met z'n drieën de beste vrienden, tot de oorlog uitbrak. Wat zou jij doen? Zou je met Harry blijven omgaan of niet? Ik vind gewoon dat je hier uit moet komen en dat je je moet aangeven. Dan ben je weer thuis bij ons. Misschien hoef je helemaal niet voor de Duitsers te werken. Zeg mens, hou toch op! Maak het hem niet zo moeilijk! En jij mag me niet alleen laten hier. We hadden toch afgesproken dat we samen zouden duiken, tot we bevrijd worden? Ik heb ook een vrouw en kinderen. We mogen de moffen niet helpen, nooit! Jullie zitten misschien ondergedoken, maar jullie laten ons aan ons lot over. Wie weet wat er met ons kan gebeuren doordat jullie hier zitten. Je bent met mij getrouwd, met je vrouw en niet met je idealen.